We staan hier vanochtend in Heteren en Heteren heeft hun eigen huiskamer geopend. Want eerst kon je hier nog nergens koffie drinken. Dat kan nu wel en het is een echte plek van samenkomst. En dan mag jij het laatste stuk leggen. Kijk. En hiermee is de huiskamer van Heteren geopend. Ja, het is een hele bijzondere plek omdat we hier heel nauw samenwerken met de stichting Open voor Jou. En deze huiskamer echt samen met de stichting en de bibliotheek hebben ontwikkeld. Waardoor we er echt voor iedereen in Heteren zijn. Dus dat maakt dit heel bijzonder. Het is horeca en bibliotheek en werkplekken in één. Half jaar geleden ben ik terug verhuisd naar Heteren. En toen hoorde ik hiervan en toen dacht ik, oh, dit is zo geweldig. Daar wil ik onderdeel van zijn. Dus eigenlijk bijna alle vrijwilligers komen of uit Heteren of uit de gemeente in ieder geval. En willen echt dit samen opzetten. En zoveel vrijwilligers bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk bijna nooit. En die hulp komt uit diverse hoeken. Zo draagt ook de 13-jarige Jules op zijn eigen manier zijn steentje bij. Nou, ik bak voor de huiskamer van Heteren, bak ik taarten en cakes en koekjes. En ik ben van plan om hier wekelijk taarten en zo te leveren voor de huiskamer van Heteren. Zodat mensen hier met een kopje koffie gewoon van kunnen genieten. Hier achter mij stond net een citroencake, maar die is helaas al op. Nou, die viel dus goed in de smaak. Ja, die viel goed in de smaak, ja. Ook de inrichting valt goed in de smaak, gezien deze helemaal in Heterse stijl is opgezet. Zo hebben de boekenkasten de vorm van de dijk bij Heteren en die van de Heterse huisjes. Voor de kids is er een boekenkast in de vorm van een trein. Zelfs de koffiebonen in deze huiskamer komen uit Heteren en worden ter plekke gebrand. Hoe zie jij het over een jaar? Hoe hoop je het hier dan te treffen? Ja, ik hoop dat het dan een hele gezellige, drukke plek is waar iedereen van alles doet, waar je gewoon mag zijn wie je bent. Of je nou koffie drinkt, een boek leest of wat dan ook, maar gewoon heel veel levendigheid en echt een begrip geworden in Heteren. Eenzaamheid is natuurlijk best een groot onderwerp de afgelopen jaren geweest. En dit is juist een manier om dat tegen te gaan. En mensen weer gewoon met elkaar in gesprek te laten komen. En die drempel weg te halen. Want vaak zitten we met z'n allen op mobiel en lopen we langs elkaar heen. En hier komt het tenminste samen.